Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, integrale aanpak, wegen moeten leiden tot vlotte verkeersdoorstroom, Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken op werkbezoek, onderwijsinspecteurs ontvangen toolkit na workshopdelegatie uit Jamaica en vanaf 2015 reeds 22.000 grondbescheiden uitgereikt. Een beleefdheidsbezoek aan president Desiré Bouterse en een kort onderhoud met zijn Surinaamse ambtsgenoot Ildis Polak Beagley. Dit was onder meer het programma van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza Montserrat, op dinsdag 17 december 2019. De bewindsman vertoefde voor een eendaagse werkbezoek in ons land. Inderdaad is de minister hier geweest als eerste om een boodschap van president Maduro aan onze president over te brengen. Het is heel belangrijk om te benadrukken dat jouw vrienden echt tonen hun vriendschap wanneer het schijnt slecht te gaan met jou. Hoeft nog niet slecht te gaan, hoeft nog niet digge te zijn, maar ze komen je zien. En zo moet je dit bezoek zien, een message of solidarity to our president en ook ons volk. Ten tweede moet u ook dit bezoek zien tegen de achtergrond van het consultatiemechanisme, het politiek consultatiemechanisme dat bestaat tussen onze landen, welke wij vanaf 2017 weer hebben opgepakt. En tijdens zo'n mechanisme, politiek overleg, dat wordt geleid door beide ministers van beide landen, komen er dan bilaterale onderwerpen aan bod. Zo hadden wij dus als grote moot in de discussie landbouw en visserij. En in landbouw met name kijken naar het aspect van de rijstexport. En daarvoor hadden we een minister van LVV ook in de vergadering. Dus hij heeft zelf ook hele goede afspraken kunnen maken. En we hebben ook gekeken naar het aspect van visserij. Er bestaat een visserijovereenkomst met Venezuela. En wij moeten kijken hoe we dat verder gestalte geven. Althans, de aspecten die verouderd zijn vernieuwen. Maar meer nog met elkaar afspreken, afstemmen hoe we in de toekomst met elkaar zullen werken. Een belangrijk aspect daarbij is dat wij een visrokerij zullen openstellen. Smokkelvisie, zoals we het kennen. Zullen we daar een faciliteit voor hebben in Kommerwijnen, heel binnenkort. Die faciliteit is in de tijd vanuit Venezuela onder Petrocaribe en een andere mogelijke grantfinanciering van Venezuela tot stand gekomen. En wij hebben gekeken naar toekomstige projecten, maar zeker ook de waarborging van de rijstexport. Want onze boeren die moeten er ook wat aan hebben. Daarover denk ik dat minister van LVV veel meer mededelingen kan doen. We hebben daarnaast ook gesproken over de connectiviteit tussen onze landen. We hebben gesproken over het personenverkeer. We hebben gesproken over zaken zoals culturele uitwisseling. Want een volk moet tot elkaar naderen. Als dat bestaat, om een gek voorbeeld te noemen. Ik heb bijvoorbeeld bij de NAM-meeting in juli dit jaar een koor gezien. Oh my goodness, die kinderen hebben zo de ster van de hemel gezongen. Nou, je moet je voorstellen dat er 1 miljoen kinderen in dat orkest zitten. Nou, ik denk, als we 1000 Surinaamse kinderen zo kunnen helpen hebben zingen. Jongen, het talent dat aan de orde zal komen. Dus op dat soort praktische manieren kijken wij naar samenwerking. En dan praten we niet over kinderen uit Paramaribo, nee. Brokopondo, Sipaluwini, Kommerwijnen, Yukarkong. En dat is de bedoeling van dit soort overlegmomenten, waardoor er contact ontstaat en we de politiek beleidsmatige eigenlijk overeenstemming bereiken. En dan hebben onze technische mensen, diplomaten, precies de richting waar we naartoe moeten kijken. Het is ook belangrijk te benadrukken dat wij een nieuwe ambassadeur van Venezuela,
vandaag haar kopiecredentials hebben ontvangen. En in een week tijd zal zij haar credentials aan onze president aanbieden. Dat betekent dus ook helemaal dat die relatie op ambassadeursniveau dus in ieder geval weer helemaal functioneel is. En dan kunnen wij die afspraken die vandaag zijn gemaakt in dat politiek overleg gaan implementeren. Een ander aspect is dat wij moeten kijken naar de veiligheid, de samenwerking op dat gebied. En daarvoor is er een overeenkomst in bestudering, in onderhandeling. Daarnaast hebben we ook een overeenkomst ontvangen vandaag om de culturele samenwerking, zoals ik eerder aangaf, verder te bestuderen en op een goed moment te tekenen. Maar we hebben gesigneerd een verklaring, een gezamenlijke verklaring van alle werkgebieden waarbij wij denken dat wij verder samen kunnen verder fietsen, verder zwemmen, verder rijden om deze relatie beter gestalte in te geven. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft in het district Saramaka 120 gronddocumenten verstrekt aan bewoners. Dit gebeurde op maandag 16 december 2019. De regering wil hiermee de achterstand op het stuk van gronduitgifte inlopen. Dit jaar heeft het ministerie landelijk een aantal burgers blij gemaakt met hun grondpapieren, wat zekerheid biedt en de basis vormt voor ontwikkeling. Vanaf 2015 zijn er 22.000 stukken door RGB in orde gemaakt. Vandaag zullen we wederom een aantal perceelbescheiden worden uitgereikt aan u hier allen aanwezig. Waarop u misschien ook jarenlang heeft gewacht. Ik zeg jarenlang omdat het uitgeven of toewijzen van percelen niet een gemakkelijke taak is, dan men denkt. Er gaan zoveel processen vooraf. De minister van RGB, de heer Surjan Likram, heeft samen met zijn staf en personeel heel veel werk verzet om u vandaag een rechtszekerheid te bieden. De dames en heren die vandaag een perceelbeschikking in ontvangst zullen nemen, vraag ik om aan alle voorwaarden zoals gesteld in de beschikking tijdig binnen de gestelde termijn te voldoen. En vertrouw u vooral deze zaak niet toe aan derden, ervan uitgaande dat die persoon de zaken voor u in orde zal maken. In de praktijk komt u zeker pas verrassing te staan. U zat nog een wang RGB nodig en dat de onderleden van minister Surjan, no andere RGB nevensta. U bent opgeroepen vandaag omdat u het blijde moment wil meemaken. U heeft de uitnodiging gehad voor vandaag en ik weet zeker dat er in deze groep van mensen die vandaag grondstuk zullen krijgen, dat ze ook jaren hebben gewacht. Er zijn natuurlijk nog heel veel klachten dat er nog steeds veel overdrachten zijn of verdelingen die nog niet in orde kunnen komen. Maar ik vraag u, heb geduld, want wanneer het zoveel jaar niet gelukt is om grondbeschikkingen in orde te maken, dan vind ik wel dat we deze regering vanaf haar aantreden, heeft bewezen dat ze het wel aan kan. Meer dan 40.000 beschikkingen is niet hier. Dat is behoorlijk veel werk en daarom vraag ik ook een applaus voor het ministerie van ROGB. U ziet het, hoewel we pas vanuit een crisis zijn in 2015, 2016, is het werk gewoon doorgegaan. Bij sommige dingen heb je geen geld nodig, maar wel tijd en moeite. En daarom vraag ik dus dat er het nodige geduld aan de dag gelegd moet worden. Omdat we weten dat er heel veel onderzoek moet plaatsvinden. Zeker door het ministerie. Ze moeten het veld ingaan, het papierwerk moet in orde gemaakt worden. Ze moeten goed lezen, want we hebben ook moeilijke gevallen. Maar vandaag is de grote dag. En vandaag mag u straks dus uw stuk in handen krijgen. Ik vraag u, gaat u er zorgvuldig mee om? Wanneer er een termijn aan verbonden is, leest u het goed.
als oma of opa, want ik zie ook een heleboel ouderen hier, als ze niet begrijpen wat erin staat, Yongwang, help die mensen ook, zodat ze weten om hun uiteindelijk stuk in orde te krijgen. Soms moet je het registreren, gaat u niet wachten, daarom vraag ik ook, lees het goed. Soms moet je het registreren binnen een bepaald termijn. Vraagt u straks aan de medewerkers wat er gedaan moet worden. Kijk, dit is een beloning van het harde werk binnen het ministerie zelf. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Als we kijken naar de blijde gezichten, dan geeft dat meer voldoening. Maar los van voldoening, en ik probeer dat elke keer te benadrukken, en ik geef ook elke keer aan, overal waar de uitreiking is, dat de richting van de regering is, en de president heeft dat benadrukt, grondbeleid is een van de prioriteitsgebieden. En dat betekent dat we daaraan extra aandacht moeten geven. Maar omdat het ook fundamenteel is als je praat over ontwikkeling. Je wil Saramaka tot ontwikkeling brengen. En als de mensen hun zekerheid niet hebben, waar ze wonen, waar ze werken, aan landbouw doen of aan andere economische activiteiten, dan kan je onmogelijk praten over ontwikkeling. Dus die zekerheid wordt hier gegeven. Maar ik heb ook benadrukt dat dit natuurlijk niet alles is. We weten dat Saramaka en al die andere districten nog veel meer van deze uitreikingen moeten hebben voordat we kunnen praten over we hebben nu zeg maar een punt bereikt waarbij er de achterstand niet zo groot is. Maar in elk geval geeft het alvast een stimulans naar hun toe die het ontvangen en een hoop richting zij die nog wachtende zijn. En ik roep ze op de regering te blijven ondersteunen, zodat wij verder kunnen gaan. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft recentelijk een delegatie uit Jamaica op bezoek gehad. Deze delegatie had als missie het verzorgen van workshops aan onderwijsinspecteurs. Deze missie is op vrijdag 13 december 2019 afgesloten middels de uitreiking van een toolkit aan de onderwijsinspecteurs. Gratificaties van mensen die 35 en 40 jaar aan leerkracht zijn. En ons onderwijs is al die jaren op hetzelfde niveau. We hebben gepoogd bij 1 en bij 2 om het te verbeteren. Wij staan voor Basic Education Improvement Project. Verbetering van ons onderwijs. Maar de dialoog die we hebben gehad in april van dit jaar heeft ons duidelijk laten zien dat die verbetering niet is. En u ziet dat, u bent dagelijks met onze kinderen bezig en u ziet een moeizame gang. Ja, misschien kleine stapjes. Maar als we dan Suriname plaatsen in dat wereldgebeuren, dan zijn we ergens achter. En elke Surinamer die trots is op dit prachtige land, zoals we net ook hebben gezongen in het volks, die wil dat we Suriname op de kaart kunnen plaatsen. En we hebben genoeg om Suriname op de kaart te kunnen plaatsen. Daar moet je als eerste van doordrongen zijn. We zijn high forestry country, nummer 1 van de wereld. Dat heeft onderzoek uitgebracht. Ons water is goud waard.
UNESCO zegt ons de volgende wereldoorlog gaat over water. Wij hebben het. U was de auto's mee. U trekt de wc ermee door. Rianne, als buurland, je kan het niet drinken uit het raam. De hotels in het Caribisch gebied, soms zie je een briefje. Van Sola tot Sola is er waar. We beseffen niet onze rijkdom. Staat het in de boekjes? Leert u de kinderen om trotse Surinamers te worden? Dat zijn vragen die ik, toen ik minister werd, 1,5 jaar geleden, mezelf heb gesteld. En ik kwam maar tot één conclusie. Het moet totaal anders. Precies te zijn. En de eerste, en daar ben ik heel blij mee ook, was OSE van Zege met de omliggende scholen. En we gebruikten zeg maar een radius van 5 kilometer, omdat het dichtbij moest zijn. Omdat we op bepaalde momenten, ook op een zaterdag enzovoort, dat de leerkrachten gewoon kwamen. In de districten was het wat moeilijker om die radius van 5 kilometer natuurlijk aan te houden, want de scholen zijn wat verder uit elkaar. Maar dit was OSI, de radio was ook een van de speciale scholen. Eigenlijk, de eerste twee sites waren best wel special. En daarna zijn we... Oh, ik ben nog organisatie, sorry. Hoe het eruit ziet natuurlijk, nou, we hadden de project director, local coordinators. En natuurlijk vanuit het ministerie werkte samen. We hadden de local teacher facilitators. Dat waren de mensen die het veld ingingen. En dan hadden we natuurlijk op de scholen ook de leerkrachten. En op de school sites probeerden we ook gewoon een school site specialist te krijgen. Want uiteindelijk wil je niet meer daar naartoe gaan, maar wil je dat de scholen zelf samen gaan werken. En het echt het allermooiste vond ik, omdat je ziet op schoolleidersniveau is er al heel veel overleg, periodiek. Maar met leerkrachten niet. En ze delen eigenlijk, weet een leerkracht van leerjaar 7 niet wat die andere leerkracht doet op die andere school. En er ontstonden appgroepjes en dat vond ik echt het mooiste. Nou, en het uiteindelijk... Can I go? Oké. Om het kort te zijn, a couple of bullet points. Alle workshops, kijk, bestemming is een... Een mindset is een context, dus het was allemaal thema gebaseerd. We gingen om de 6 weken ongeveer, soms iets langer, gingen we naar de school toe met een nieuwe lesvoorbereiding. De leerkrachten brachten ook dan de les en wij waren erbij, niet om te beoordelen, maar om te kijken van gaat het op de manier hoe we willen dat het gaat. Want we zijn eigenlijk allemaal ook collega's onder elkaar. En belangrijk was ook de pre- en de post-assessment, een soort nulmeting of het begin. En dan aan het eind van de les weer even een testje van wat hebben ze meegekregen. En die data hebben we ook bewaard en ook ingevoerd. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie streef met de integrale aanpak van wegen naar een vlotte doorstroming van het verkeer. In dit kader is op vrijdag 13 december de Zwaten-Hovenbrugstraat, die een totale herinrichting ondergaat, opengesteld voor het verkeer. Tegelijkertijd is er een aanvang gemaakt met de rehabilitatie van de Afiabastraat en ondertussen worden verzakkingen in de Fred Derbystraat ook aangepakt. Afgelopen periode heeft deze omgeving zich getypeerd door filevorming vanwege de omleiding. Maar met deze openstelling zal het een hele verademing zijn voor het verkeer.
Het verkeer kan nu vanuit de Van Doegerijstraat rechtdoor richting de Zwarte Hoenderstraat rijden. En de omleiding is voor nu afgeblazen. Het brengt een totale verandering in de verkeerssituatie van de afgelopen periode. De periode van de afsluiting. U weet dat de Zwarte Hoenderstraat, het laatste deel, dat is het deel gelegen tussen Molenpad en de Liemersgracht, was een hele tijd afgesloten, waardoor die omleiding was. En dat brengt een hele verandering weer in de verkeerssituatie. Het verkeer kan nu weer via de oude route rijden, via de Zwarte Hoenderstraat richting het centrum rijden in deze situatie. We zijn nu in de fase dat we dit deel van de Zwarte Hoenderstraat voor het verkeer kunnen opengooien. Dat is het deel gelegen tussen het Molenpad en de Gemeenelandsweg. We zijn nog niet er helemaal uit. Volgend jaar hebben we het laatste deel. Dat is het deel Prinsenstraat naar de Redmondstraat toe. Dat aangepakt zal moeten worden. Maar terugkomend in dit deel, we hebben een oud rioleringssysteem aangetroffen dat niet meer voldeed en functioneerde. We hebben een wegdek aangetroffen dat in zeer deplorabele staat bestond. We hebben bermen aangetroffen, trottoirbermen die zeer onvriendelijk waren naar de gebruikers daarvan, de voetgangers. Wij hebben hier aangetroffen een verbinding tussen het Liemersgracht die de Zwarte Hoenderstraat moest oversteken, die niet voldeed aan de eisen richting het gemaal. We zijn er nog niet helemaal uit. Volgend jaar moet er dus nog een laatste asfaltlaag opkomen, een tweede laag, een toplaag, die ook voorzien zal worden van zijn thermoplastische beleiding. Nu de Zwarte Hoenderstraat is opengesteld voor het verkeer, zal het ministerie ook de Afiaba-straat aanpakken om de straat ook weer in een goede staat te krijgen. Omdat wij weten dat tijdens de omleiding er ook zwaar verkeer overheen is gegaan en de weg in een hele slechte staat verkeert. We hebben weer een nieuw gedeelte open kunnen stellen, waardoor wij dus natuurlijk hebben gemerkt dat die druk op de weg, die filevorming, minder is gaan worden. We hebben het nog natuurlijk niet volledig kunnen openstellen. Daar heb ik het over tot en met Kwaku. Tot daar heeft de aannemer natuurlijk de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. Maar wat we wel hebben gemerkt natuurlijk is dat dat gedeelte die dus erbij is gekomen, open is gesteld en dat dus de auto's goed gebruik van maken. En we hebben toen direct een verlichting gemerkt toen we daar waren. Dus het was nodig. Het heeft een tijdje geduurd. Elk werk die je uitvoert is gebonden aan een x-periode. En we bedanken van hieruit natuurlijk de totale samenleving in Suriname. Zeker ook de ondernemers die elke dag die weg zou hebben moeten gebruiken. In de files hebben moeten staan, lange minuten hebben moeten doorstaan. In die files soms uren om er doorheen te komen. Dus onze dank voor hun medewerking. Maar ook voor het geduld dat ze hebben moeten betrachten. En uiteindelijk merken we natuurlijk dat we, als we samenwerken, dat we mooie projecten samen kunnen uitvoeren. En de Zwarte Hoenderstraat is zeker een van ze. We zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.